De nieuwbouw van het Van der Valk Hotel in Tiel vordert gestaag. Met man en macht wordt gewerkt aan de 100ste vestiging langs de A15. De horizon van Tiel krijgt een landmark van ruim 60 meter hoog. De bouwvakkers binnen en Dura Vermeer buiten zetten de puntjes op de i. En nou, laatste ding aan het afronden. Dan hopen we met een paar weken de sleutels die wij moeten overdragen over te kunnen dragen. Ja, ver buiten de Tiel en de omgeving wordt inderdaad op de hoogte goed bekeken. We hebben een ex-werknemer van vorig jaar die naar Down Under vertrokken is, naar Australië. Hij appt mij elke keer dat hij ook meekijkt, dus dat is hartstikke leuk, ook in Amerika. Dat is trouwens Ron Oostendorp, bekend in Tiel. Hi Ron! En in Amerika wordt het bekeken, het is gewoon echt heel leuk, de reacties die we overal vandaan krijgen. Ze vinden natuurlijk de toren prachtig, het is mooi weer, het is, de bloesem knapt uit de bomen. Je kan het zo wat horen, nu het boven de 20 graden gaat. Erg leuk, iedereen vrolijk, iedereen blij. Toeristen moeten allemaal naar de Betuwe komen, het is hartstikke belangrijk voor ons. En dit is echt de mooiste tijd. De mooiste tijd van het jaar. En dat de Betuwe nu begint aan de mooiste tijd van het jaar, zien ook de wandelaars van de bloesemtocht. Terwijl intussen op de bouw, lekker in het zonnetje, de bouwvakkers nog een tandje bijzetten. Fluitend, lachend en hardwerkend. Iedereen is happy. Ja, het is lekker vroeg licht. Ze beginnen vroeg, ze zijn in een goede stemming. Positief allemaal. Ja, leuk om te zien. Iedereen wordt er gewoon heel erg blij van. Het is sowieso, het weer is goed, dus de sfeer is ook goed, hè? En de sfeer zit er mede door het mooie weer goed in. Ja, de sfeer is prima hier op de bouw. Ah. Doe de groeten aan iedereen die hier op de bouw werkt. Ah. Maar je staat in een lift. Ja, ik moet omhoog. Volgens mij zitten jullie allemaal een beetje te niksen hier de hele dag. Nou, was dat maar wat. Zullen we heel even wachten? Hoi, Arie van Egmond. De groeten van Walter. Nee, we kunnen door. Wie bent u? Ik ben Hugo. En waar komt u vandaan? We zijn in België, Antwerpen. Antwerpen. Wat bent u hier aan het doen? De Gyprock werken. Wat? Ik ben de natuursteen aan de buitengevel aan het vestigen. Ach, gossie. My name is Igor Jagodnik. And where are you from? Czech Republic, Prague. And what are you doing here? I'm trying to deliver some furniture. Deze Tsjech komt dus met het hotelkamermeubilair. We hebben 4 proefkamers. Dat is het ontwerp wat gemaakt is door onze binnenhuisarchitect Dutch Concept. En daar kiezen we dan uiteindelijk degene uit die het mooiste de kamer afgewerkt heeft. En natuurlijk prijs speelt ook een rol. 4 leveranciers die hebben nu hun proefkamer af. En die keuze wordt vandaag of morgen gemaakt wie de interieur gaat leveren. Binnen wordt dus een begin gemaakt met de indeling en gestart met de afwerking. En buiten is Vincent bijna al klaar. Wij zitten in de afrondende fase. We maken de laatste dingen aan de gevel en de ruwbouw gereed. En Van der Valk zelf is volop bezig in zijn afbouwfase. Het is hemelvaart, is het casino gepland en dat gaat ook lukken. Ja, en daarna gaat het restaurant over. We zitten eigenlijk gewoon hartstikke op schema. Ja, gaat goed. Ja, de bouw is tot dusver eigenlijk heel goed verlopen. We hebben een enorme inhaalslag gemaakt, ondanks het slechte weer met de gevelsluiting. Het kwalitatief staat netjes bij. Ja, we zijn eigenlijk wel tevreden. En tussen al die hectiek van de bouw zocht Gertjan van der Valk wat sportieve ontspanning op. Ik ben altijd klaar voor, maar het is wel de eerste keer dat we dit doen. Dus ik heb een hele goede co-piloot. Dat is Gertjan Schoners, dat is gewoon een Dakar-specialist, die weet precies hoe ik moet rijden. Die vertelt mij alles en ik volg gewoon wat hij zegt, dat ga ik gewoon doen. En dat loopt helaas niet goed af. Kijk volgende week maar.